was een paar maanden geleden toen we nog niets wisten van of hij überhaupt een finale zou halen op dit wereldkampioenschap. Beetje een moeizaam jaar voor Epke, vol blessures. Jij kent hem redelijk goed. Ja. Is dit Epke zoals Epke is als die niet turnt? Ja. Het is een jongen die, die ook van andere dingen houdt, hè, behalve turnen. En, jullie hebben iets gemeen. We hebben inderdaad iets gemeen. Behalve turnen dan? Ja. Hij studeert ook geneeskunde. En ik ben nou onlangs afgestudeerd als arts. Ja. Hij gaat ook de goede kant op. Dus ja, we hebben altijd wel veel om over te praten. Heb je hem deze week nog gesproken? Ja, Tussen de wedstrijden door? Ik heb hem afgelopen week nog gesproken. En hij was toch wel een beetje brak na de eerste dag. Maar hij voelt zich wel hartstikke goed. Ja. En hij wil graag zijn moeilijke oefening nou gaan laten zien. Ja, want dat is dan natuurlijk weer de grote vraag, Gerard. Wat voor oefening gaat hij straks laten zien? Wordt dat de oefening die jij nog met hem helemaal tot in de details hebt uitgewerkt? Dus de WK-oefening van vorig jaar? Die kans zit erin. Maar we hebben na de WK vorig jaar hebben we het programma verder opgestart en uitgebreid. En hij kan, in feite kan hij nog veel meer. Maar gezien de tegenstanders en gezien de fitheid van Epke is het verstandig om te kijken of hij de oefening van vorig jaar wereldkampioenschappen weer overdoet. Want hij wil graag meer, hè? Hij wil graag vernieuwen. Ja. En we hebben ook een vernieuwingsslag gemaakt. Alleen je moet conditioneel wel helemaal op orde zijn, wil je dat kunnen halen. Ja. Nou, wat in elk geval nieuw is dit jaar aan Epke Zonderland, is dat jij niet meer zijn coach bent. Sinds februari is dat, meen ik. Sinds maart, ja. Wat vind je eigenlijk van de situatie die nu is ontstaan? Want hij heeft niet zomaar een nieuwe coach gekregen. We gaan er zo meteen één zien. Ja. Hij heeft, ik geloof, 3 nieuwe coaches. Is dat te doen? Ja, kijk, ik weet dat het moeilijk voor je is om er iets over te zeggen, maar ja, probeer het. Ja, kijk, het is sowieso moeilijk, maar er zijn ook sporters die zijn gearriveerd op een dusdanig goed niveau. Dan op een gegeven moment kunnen ze voor zichzelf heel veel in trainingsplanningen gaan doen. En wat je nodig hebt is een gids die jou verder begeleidt in een vervolgstap van je carrière. Maar in feite is Epke zijn opleiding, die zit erop. En zeg je daarmee een beetje, hij zou het op dit moment zelfs alleen kunnen? Nee, als sporter zijn dan kun je het nooit alleen. Ik bedoel even wat hij al heeft staan, hè, als oefening. Als hij deze oefening hetzelfde doet als die van vorig jaar. Ja, bedoel, uiteindelijk moet je vooruit. Maar... Ja, maar je hebt iemand nodig die jou meehelpt om de scherpte van een oefening te maken. De periodisering te maken. En daarin betekent het gewoon dat je de dagelijks contact van de sporter en de trainer niet meer zozeer nodig hebt. Ja. Maar juist ook de verbintenis daarmee juist zo af en toe moet verbreken in een periode. Ja. En dan een beetje meer vakantie houden, rustiger aantrainen en piekmomenten maken in een jaar. Want hij wordt ook een dagje ouder. We praten er zo meteen over verder, over die 3 coaches die hij heeft. We gaan even kijken naar een van die coaches. Zijn stem kent u misschien, zelfs als u niet zo thuis bent in het turnen. Want zijn stem was afgelopen jaar te horen toen Epke zilver won op het WK. Het is namelijk de man die toen het Engels commentaar gaf. Hij is nu een van de coaches van Epke, de Engelsman Mitch Fenner. You are a BBC commentator and also one of the 3 coaches of Epke Zonderland. Yes. Explain. Right. It's a victory for the genuine enthusiast. He's absolutely... He just gives it his all every time. He wears his work, his heart on the sleeve, and he produces that. At the last World Championships in London, you were very enthusiastic in your report. Honestly, were you at that moment thinking, someday I will coach him? No, I had no idea at that time. He just loves the apparatus, and he gives it max every time he approaches it. Here's the first biggie coming up. Straight. Now look at the wind-up. My background is I was a British team coach for many years. I produced 12 British champions. With a twist. That's 2 coverage. Come on, Epke. This is Epke Zonderland at his crazy, crazy best. I met Hans Hoetjes in the European Championships in May. And he said, would I be interested in helping out the Dutch Federation in various ways? And Epke's name came up. The idea is that I put in 100 days every year. We are journalists. Is it possible you are a commentator and also a coach? It is possible because my role in commentary has been for years, is not only the anchorman and the lead commentator, but also as the colorman, as the expert,
And I think it adds to your credibility if you are coaching a current good gymnast or a good performer. That makes your commentary more informed, more real. If he sticks this dismount, the roof will come off. Come on, Epcot. What a superb performance! I tell you, he is so exciting to watch. I don't know where that move came from. He checked in a gale or two from no swing at all. You've got to love this guy. He looks like he's just come off the beach. He just parks his surfboard and gets on the bar and does a job. And I think that quality is great for the sport. I will be always enthusiastic with a microphone, just as I try to be enthusiastic when I'm trying to help him, coach him. Oh, dear me. I need to sit down. Oh, that was just brilliant. Just brilliant. Nou, dat die man een liefhebber is en ook een liefhebber is van hoe Epke te werk gaat, dat mag duidelijk zijn. Maar welke van de coaches die Epke nu heeft, is nu eigenlijk het belangrijkste voor hem in de weg die hij nu moet vinden? Je hebt dus Sadao Hamada, de Japaner, die nu ook bondscoach is. Je hebt Daniel Knibbelen en deze Mitch Fenner. Daniel Knibbelen, want dat is de coach waar hij altijd op terug kan vallen. Die is er elke dag. Ja, die andere twee zijn er, want dat verhaal kent niet iedereen. Die Japaner is er ook lang niet altijd voor. Nee, die Japaner moet zijn tijd ook delen met Den Bosch. Dus die wordt ingevlogen als adviseur voor de hoofdcoaches. Mitch Fenner is dan deels voor de bond aan het werk en deels voor in Heerenveen aan het werk. En Daniel Knibbelen die is fulltime in dienst, gestationeerd in Heerenveen. En die is dus eigenlijk de belangrijkste schakel voor het programma van Epke Zonderland nu. Is dit al met al een situatie, misschien kan jij dat het beste inschatten, omdat je hem nog gesproken hebt de laatste tijd, waar Epke zelf gelukkig mee is? Of wil die ook iets anders qua coach? Ik heb hem eigenlijk daarover niet veel gesproken. Ik heb eigenlijk alleen maar over hoe hij het hier beleefd goed, heeft. Nou, we gaan dat misschien later nog vragen aan. Het belangrijkste is dat hij goed gaat presteren op dat onderdeel hoogrek. De broer van Epke vertelt ons alles over dat onderdeel. Eerste element. Oh, naar de bier. Ja, salto. Handen in bogen greep. Handen in ondergreep. De moeilijkste greep op rekstok is ellengreep. Je draait je handen een halve slag en zit in de ellengreep. Ik voel meteen de weerstand van mijn schouders. Het is eigenlijk een heel onnatuurlijke beweging. De ellengreep is verplicht in elke rekstokoefening en levert veel punten op. 1, 2, 3. De schoudergewrichten van Jeffrey Wammes zijn enorm flexibel. Hij kan de moeilijkste technieken uitvoeren in ellengreep. Spectaculair zijn de vluchtelementen. Elke turner moet minimaal 1 maken. Vluchtelementen zijn risicovol. Mijn jongste broer Epke greep voor het laatst mis in de Olympische finale van Peking. Daarna won hij zilver bij het laatste EK en WK. Epke turnt 4 vluchtelementen en neemt dus 4 keer een groot risico. Als het lukt, heeft hij een goede kans op een medaille. Rekstok blijft een groot spektakel en is het koningsverstel van het mannenturnen. Ja, en Herre zei, en als het dan lukt, dan heeft hij een goede kans op een medaille. Als het hem lukt, wie zijn dan zijn voornaamste concurrenten? De twee Duitsers, Fabian Hamburger en Philip Boy. En de Chinese Feng. Dat zijn eigenlijk de drie concurrenten die hem van een podiumplaats af kunnen houden. Ja, en dat is misschien wel even fijn om te zeggen dat de man die vorig jaar voor hem eindigde, die is er nu niet bij. Die Sukai is er niet bij en dat is ook tevens de Olympisch kampioen, die is er niet bij. De Chinezen hebben hem thuis gelaten. Maakt dat, ja, dat kunnen ze in China, hè? Dat kunnen wij niet. Blijkbaar kunnen ze dat, ja. Maakt dat Epke ook meteen de favoriet of is dat veel te kort door de bocht? Het is hier in Nederland en dan word je de favoriet. Ja. Dus, wat denk je, Fieke? Als hij wat gaat er gebeuren? We horen al Epke uit het publiek. Als hij hem goed doorkomt, heeft hij een hele goede kans. Moeten we nog bang zijn voor die blessures? Gaan die schouders hem nog parten spelen? Of de rug misschien? Ja, dat weet je nooit. Maar kijk, waar we bang voor moeten zijn is de perfecte uitvoering van de vluchtelementen die met gestrekte armen op moeten gevangen worden. En waardoor je misschien wel net een centimeter mist en dus van de rekstok gaat. Daar moet je bang voor zijn. We hadden het eerder in de week al heel even over conditie ook. Het is conditie, de oefening is een minuut geloof ik, hè? Ja. Is een goede conditie zo dermate belangrijk? Of kan je ook, bij wijze van spreken, conditie hebben om juist die minuut heel goed te presteren en dan volledig leeg te zijn? Ja, je traint dat om zo'n minuut
goed vol te kunnen houden. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld in je vluchtelement net iets verder weg bent dan je verwacht had, dus op de vingertoppen nog pakt, dan krijg je een schrikbeweging. En nou, je weet wat er gebeurt als mensen schrikken en in de grootste angst zitten. Dan bevriezen ze of ze knokken verder, maar meestal loop je dan vol. En dan wordt het eind halen van een oefening heel moeilijk. Ja. Maar wat hij mij wel vertelde is dat hij met deze oefening die hij nu gaat doen, dat hij eigenlijk vier elementen minder, makkelijke elementen minder doet. Dus eigenlijk meer conditie over moet houden. We zien hem in beeld, Epke Zonderland. We horen ook de muziek. Hans, ga je gang. Ja, alle Nederlanders. Dit wordt de turnfinale der turnfinales op 2010 Rotterdam Ahoy. 24 oktober. Wordt het een historische datum in de geschiedenis van het Nederlandse turnen? Er staat zoveel op het spel. En Epke Zonderland, onze favoriet, straalt rust uit. Hij moet het gaan doen aan het hoogrek. En Loting heeft bepaald dat hij als tweede gaat starten. Achter de man uit Japan, Uematsu. En voor de Chinees, Feng. En de rest, en dus ook van Fabian Hambüchen, de man uit Duitsland. En Philip Boy, de twee mannen die bij de Europese kampioenschappen dit jaar de bronzen medaille wonnen. Achter het zilver van Epke Zonderland. En ja, wie won toen het goud bij de Europese kampioenschappen? Ja, dat was een Griek. Maras, maar die heeft deze finale niet gehaald. En die is al meervoudig wereldkampioen en meervoudig Europees kampioen. Ja, die ging in de kwalificatiewedstrijden net in de fout, een klein foutje, en dan zit je er gewoon niet bij. Kortom, hier staan acht turners die in beginsel allemaal wereldkampioen kunnen worden. De statistieken zeggen dat er twee van de acht voortijdig het toestel verlaten. Dus dat die net, zoals Gerard zei, net niet goed getimed hebben. En de prins en de prinses klappen enthousiast mee naast de ouders van Epke Zonderland. Want dit is natuurlijk het moment waarop wij allemaal gewacht hebben. Wat voor druk moet er dan wel niet op zijn schouders zijn? Ja, natuurlijk. Dat doen we allemaal. En dit zijn dan zijn ouders. Huiten en Sophie Zonderland. En hier komen de turners binnen. En Epke's arm gaat omhoog. Hij heeft nog even tijd voor het publiek. En de hectiek hier in Ahoy stijgt naar een kookpunt. De prinsesjes staan ook te klappen. En hij krijgt al een staande ovatie bij het begin. De camera's flitsen om hem heen. Zijn rugnummer zit trouwens aan de linkerbovenkant los. Valt mij op. Dat speldje zit niet vast. Ik hoop dat de coach het ziet en het straks nog even corrigeert. En ze stellen zich op voor de jury. Zo hoort dat. Acht man op rij staan ten opzichte van de D-panel. Dan toon je wederzijds respect als turner voor de jury en als jury voor de turners. En hier worden ze voorgesteld uit Japan, Uematsu. Je ziet dat speldje zit even los, dat moet nog vastgemaakt worden. Van Os Epke. Zilver won die vorig jaar. En dit is Fang Zhe uit China. Verrassende debutant, een geweldige turner uit Amerika, Christopher Brooks. En Amerika heeft twee finalisten. En ook deze Daniel Leva, een jonge vent die geweldig kan turnen. Fabian Hambüchen, wereldkampioen 2007 aan het hoogrek. Samen met deze landgenoot van hem, Philip Boy, wonnen ze de bronzen medaille bij dit Europees kampioenschap dit jaar. En China heeft twee finalisten. Ook Zhang zit erbij. En deze mannen gaan in deze volgorde hun oefening turnen. Epke hupt wat rond. Daarmee de spieren warmer houdend. En de bloedsomloop stimulerend. Even wat magnesium aan de handen. Magnesiumcarbonaat. Loting heeft bepaald dat Japan gaat starten met Koji Uematsu. 24 jaar geleden geboren. En Hambüchen drinkt wat. Dit wordt de finales der finales. Het koningstoestel hoogrek, zoals Herre Zonderland het noemde. En dat is het ook. Het is erop of eronder. Risico's moeten genomen worden. We zullen heel veel vluchtelementen zien.
alsof de zwaartekracht niet bestaat aan het hoogrek. En ik kan u verzekeren, dat is nog steeds wel het geval. Epke doet wat stretching op de vloer. Alles wordt geregistreerd. En de Japanner heeft er zin in. Umatsu begint. En we volgen hem. Handen in gemengde greep. Halve draai naar boven greep. Reuzendraai. Komt het eerste vluchtelement. Dubbel gestrekt. Ja, de Cassina. Genoemd naar de Italiaan Igor Cassina. Hij is nu inmiddels in ondergreep. Doorsteken, dislokeren, halve draai naar boven. Grijp gelijk een vluchtelement. Oh, hij mist. Dat is dus de eerste die het rekstok voortijdig verlaat. En dat is niet ongunstig. Voor Oranje dan natuurlijk, hè? Ja. Hij maakte de combinatie met die dislok halve draai. Samen met de Kovac salto. En als je die combinatie succesvol uitvoert, dan krijg je bonuspunten. Een tiende. En daar gaat het dan allemaal om. Het gaat ook om de tiendes. Kijk, hier zien we dat. Hij heeft de rekstok wel, maar net aan de vingertoppen. En ja, hij kon hem dus niet houden. Als hij misschien een paar millimeter verder zat, had hij hem misschien wel kunnen houden. Vol punt aftrek voor de man uit Japan. Goed, hij gaat verder. En Epke staat op de achtergrond met zijn armen te zwaaien. Komt weer de dubbelsalto gestrekt. Doet hij goed. Nog een keer met hele schroef. De Koolman, ook die precies op armlengte afstand, hè. Dat is zo knap. Dat luistert zo nauw. Op honderdste van secondes. Hier nog een vluchtelement. En hier zit hij in de fout. Kijk, armen zijn gebogen. Nog een keer is helemaal uit de richting. Zijwaarts. Oh, 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 oh. Ja. Umatsu gaat door. Hij sleurt. Het is echt een werkoefening geworden. Hij moet tot het uiterste gaan met al zijn krachten. Zijn reserves worden aangesproken om die afsprong eruit te persen. Een dubbel salto met hele schroef. En als een krijger landt hij op zijn honk. Maar wel een krijger naar een verloren strijd. Koji Umatsu, 24 jaar, heeft alle risico's genomen. Deed dat in de kwalificatiewedstrijd goed. Deed dat ook in de landenwedstrijd goed. Maar hier heeft hij toch zijn Waterloo. Kijk hier, hij kan met zijn rolletjes van zijn leertjes net niet over de rekstok komen. Dat is nodig. En hier dan daarna nog. Ja, dat kost zoveel kracht. Het is maar een minuut. Maar elke krachtsinspanning die je hier moet leveren voor die vluchtelementen. Dat is zo'n explosieve beweging. En dat moet je opvangen en onmiddellijk weer corrigeren. Ja, nou. Eén concurrent minder. Even nuchter berekend als boekhouder in dit wereldkampioenschap. Maar de volgende turner is dus Epke Zonderland. Die staat inmiddels op het podium. Zijn leertjes zijn nog los. Hij zwaait nog zijn armen rond. De bloedsomloop te stimuleren. En zijn coach komt nu bij hem. Daniel Kibbeler. De man die hem dus elke dag begeleidt. Niet zoals de man uit Japan en die man uit Groot-Brittannië. En Umatsu schudt zijn hoofd. 6.80 op een difficulty. Een moeilijkheidsgraad van 7.20 is 14 punten. Ja, dan heb je dus echt geen deuk in een pakje boter geturnd. Zoals we dat zeggen. Relativerend. En Kibbeler. En hier hebben we Sada Hamada. Tijdelijk even hoofdcoach van het Nederlandse team. Rugnummer is weer vastgemaakt. En Epke Zonderland is daar. Het grote moment. We zitten allemaal op het puntje van onze stoel. En we kijken naar zijn oefening. Die hij nu gaat doen. In gemengde greep aan de rekstok. En hij begint met de endo spreiden met een hele draai naar ellegreep. Kijk, hier is het endo spreiden, hele draai naar ellegreep. Zit goed. Dan maakt hij de halve draai. Dan komt de eerste combinatie. Let op, dit is spannend. Dubbel salto achterwaarts. Ja, is goed. Koolman erachteraan. Is goed. En hij gaat in de combinatie. Dat is 2/10 punt bonus. Die heeft hij vast te pakken. De Stalder met anderhalve draai naar ellegreep. Die gaat ook goed. Maar dan moet hij de dislok maken met een halve draai. En gelijk een vluchtelement. En die pakt hij. Hij pakt de Gelo 2. En heeft zijn armen nu gestrekt. Waar hij vorig jaar bij de wereldkampioenschappen nog gebogen arm had. En zijn vierde vluchtelement pakt hij ook met
En het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Een historische oefening van Epke Zonderland die nu op weg gaat naar zijn afsprong. Dubbel salto, dubbel schroef. En hij staat veel. Het is ongelooflijk. Epke Zonderland maakt alle verwachtingen waar. Hier in Ahoy. Het is ongelooflijk. De tranen schieten in mijn ogen. Ik schiet vol. De prins staat. De prinses staat. Heel Ahoy staat. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Epke Zonderland uit Lemmer. De meest optimale oefening. Zijn ouders daar, zijn moeder. De handen op elkaar. En Fabian Hambuurtje feliciteert hem al. Onze prins en prinses hebben grote waardering voor Epke Zonderland. Die hier zijn moment had in Ahoy Rotterdam. Ongelooflijk dit moment. Hij krijgt nu al de felicitaties van alle andere finalisten. Dat hij onder deze druk deze prestatie heeft kunnen leveren. Epke Zonderland. De anderen kunnen pas maar naar huis gaan, zou ik zeggen. Want Ahoy is nu helemaal ontbrand. Het meest beginnen en dan... En Epke Zonderland geniet van dit moment. Vorig jaar zilver op het WK. Wat gaat dit opleveren? Laten we nog niet te vroeg juichen. Want we hebben nog 6 finalisten te gaan. En hij krijgt 7,30 plus 8,70. En hij zit boven de 16 punten. 16,033. Dat heeft hij nog nooit gehaald. 16,033 voor Epke Zonderland. Wordt dat hier in Ahoy de wereldtitel? Dus kijk, dat is zijn moeder en zijn vader daarnaast. En zeggen tegen de prins, ja, dat was echt wel goed hoor. Ja, dat weet de prins natuurlijk ook wel langzamerhand dat dit een goede oefening was. En in die hectiek bereidt zich de volgende finalist voor. 16,033 is nu de leidende score neergezet door Epke Zonderland uit Nederland. In deze finale aan het hoogrek, het koningstoestel, het laatste toestel hier in Ahoy van dit wereldkampioenschap. En we gaan door met deze finale. En dit is Feng Zhu, de Chinees. Wat kan die hier tegenover zetten? Ik ben benieuwd. Stal de spreiden en een hele draai. Hetzelfde begin als Epke Zonderland. Reuze draaien, ondergreep, doorsteken, halve draai. Ook hij gelijk een vluchtelement. Een combinatie dus, die extra bonuspunten geeft. Stal de spreiden, hele draai. Stal de spreiden, anderhalve draai. Maar te laat gedraaid, dan krijgt hij technische aftrek voor. Of misschien wil ik het wel dat het zo gebeurt. Dan over de hoge rechts, oké. Ja, nog wat lengteas draaien. Toch een veel minder indrukwekkende oefening als Epke Zonderland, hè? Afsprong, dubbel salto, dubbele schroef. En hij staat met een kleine nahup. Nee hoor, dit is geen bedreiging. Dit kan gewoon geen bedreiging zijn voor Epke Zonderland. En iedereen in Ahoy zit nog even na te genieten van die geweldige oefening van Epke Zonderland. Ja, natuurlijk. Wat een prachtig moment. En als we dan nu naar deze Chinees kijken. Die trouwens ook een geweldige turner is hoor. Want hij won al meerdere wereldbekerwedstrijden op dit onderdeel. En gold als een heel belangrijke concurrent voor Epke Zonderland. Maar kijk, hier zien we ook nog een nahupje. Kijk, dat scheelt ook gelijk weer een tiende. En de winnende score op dit moment is 7 punten, of de leidende score, maar straks de winnende, is 7,30. Terwijl de Chinees 6,60 voor zijn D-score krijgt. En ook een lagere uitvoeringsscore, 8,566. En komt op 15,166 voorlopig op de tweede plaats. Epke kan het nu allemaal aan zich voorbij zien gaan. Hij zei, ik ga voor de moeilijkste oefening die ik kan turnen. Ik moet in de aanval gaan, want ik ben de nummer 2. Ik kan niet reageren op wat de concurrentie doet. Ik moet vol in de aanval gaan. Ik moet helemaal in het offensief gaan. En dat heeft hij ook gedaan. Met dit als resultaat. Uit Amerika, Christopher Brooks. Een debutant voor de Verenigde Staten. En hij staat voor het eerst in de grote finale. Reuzendraai op één arm.
Reuze, ja, dislokeren met de hele draai. Mooi vluchtelement. Tweede ook tegelijk achter. Die was wat te laag. Zat niet in het vierde kwadrant. Dus tussen 9 en 12 uur, hè, moet je dan rekenen. De klok, kijk. Hier ook weer gestrekt over de hoge rechtstok heen. Ja, stijlvolle turnen. Doet dus veel in de katchef. Dat is dus een andere techniek dan de dubbel salto's. Stalder spreiden. Hele draai. En dan zal hij nu tempo gaan maken voor zijn afsprong. Wat kiest hij voor? Dubbel salto, dubbele schroef. En 1, 2, 3 pasjes. Ja hoor, kunnen we heel goed gebruiken. Wij dan van Oranje natuurlijk, hè? Maar hij niet. Want ja, hij krijgt daar zeker 3 tiende punt aftrek in de uitvoering. Maar al met al, als we er even goed naar kijken, dan is het natuurlijk wel een fantastische turner, hè, deze debutant. En je ziet hoe het nu gaat, hè, die onderling met die turners. Dat is zo fantastisch. Ze hebben zoveel respect voor elkaar. Ze weten wat je ervoor moet doen en wat je ervoor moet laten. En ze weten wat het is om op een wereldkampioenschap te staan in de finale. En daar dan te gaan voor de medailles. En hoe alles zo nauw luistert op honderdste van secondes. En dat je natuurlijk moed moet hebben. Je moet moedig zijn. Anders doe je dit soort dingen niet. En het is niet één keer doen. Nee, het is duizenden keren herhalen in de training. Natuurlijk met zachte matten eronder. Want het gaat ook vaak mis. Maar deze Amerikaan heeft een stijlvolle oefening uitgeturnd. Met prachtig, kijk, hier zie je het meeleven van de coaches. Alle spieren van die coaches die gaan ook in beweging. En hij is gelukkig. Natuurlijk, als je debuteert in een wereldkampioenschap. En dat was het voor Epke natuurlijk niet. Het is geen debuut voor hem. Hij heeft alles al meegemaakt. Olympische finales, EK-finales, WK-finales. En dan ben je zover dat je misschien een moment hebt dat je kan winnen. En Brooks komt met 6,60 moeilijkheidsgraad en 8,783. Dat is dezelfde uitvoeringsscore als Epke Zonderland. Het verschil is dus hier de moeilijkheidsgraad. Die van Epke is 17e punt hoger. Epke Zonderland staat 1. Christopher Brooks uit de Verenigde Staten staat 2. En de Chinees Fang op de derde plaats. We hebben 2 Amerikanen in deze finale. En ook deze vraag u speciale aandacht. Daniel Leva. Wordt aangemoedigd nu door zijn landgenoot. Een lange vent. En een prachtige turn. Goed, gemengde greep heeft hij direct op te pakken. Nu naar de ondergreep. Ga ik met doorsteken, dislokeren, hele draai. Goed in de handstand, staat goed. Mooi vluchtelement, met rechterarm opgevangen. Dat is belangrijk, nu tempo maken, slag. Wat gaat hij voor salto doen? Dubbel gestrekt, even de armen zijwaarts. Ja, dat is knap. Hij krijgt ook hier applaus. De hele draai in de katchef, dat is ook een super element. Zie je zelden. En hij doet het toch maar. Een jonge vent. Oh, hier zit hij scheef. Ja, hier zit hij scheef. Dat is weer heel goed. Dan de halve draai naar ondergreep. Doorsteken, dislokeren in ellegreep. De moeilijkste greep. Heeft Herre Zonderland ons uitgelegd. Weer ellegreep. Dan gaat hij door. Even een kleine hapering, maar toch die hele draai eruit. Twee foutjes heb ik dus duidelijk al gezien. Ja, ze staan hem aan te moedigen van de zijkant. Er komt de dubbel salto, dubbele schroef. En hij heeft een pasje bij de landing. Maar oh, 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 wat zijn de Amerikaanse coaches blij. Ze staan te springen. Er is een enorme ontlading. En Epke Zonderland kijkt het allemaal heel ontspannen toe. Hij heeft zijn ding gedaan. En de anderen moeten het nog doen. Kijk, dit is een coach. Een buitengewoon temperamentvolle man. Want die sprong bijna een meter in de hoogte tijdens het turnen van zijn pupil. Ja, en ik moet zeggen, deze Leva moet in deze maand, op 30 oktober, dus komende week, nog 19 jaar worden. Het is een jonge vent, dus barstens vol met talent en nu al super moeilijke elementen. Dus dat gaat wat worden volgend jaar in Tokio. En kijk hier, hier zat hij even fout. Ja, dat is toch wel 3/10 van de punt in de uitvoering. En even de voetjes hier, dat is ook 1/10. He, want je moet gestrekt over de rechtstok. Maar je voeten moeten wel ook gestrekt blijven. Maar die afsprong, kijk de landing. Daar, dat pasje. Ook een duidelijke fout. Maar al met al, de Amerikanen zijn er heel blij mee. Want die hebben hier natuurlijk weer een debuut. 2 Amerikanen voor het eerst in een WK-finale. Die succesvol zijn in hun programma. Hoe die coach helemaal uit zijn dak gaat. Hè? Ja, dat is echt genieten.
En Daniel zelf, oké, even rust. Rust aan de stukken, zou de artillerist zeggen. En hij komt te scoren en hij gaat naar de tweede plaats. 7.10 voor het moeilijkheidsgraad. Dus 0,2 punt lager dan Epke. En 8.566 is bijna 0,2 punt lager dan Epke voor de uitvoering. Dus Epke is op beide fronten nog steeds de sterkste. En leidt dus nog met 16.033. En dan komt Fabian Hambüchen. Fabian Hambüchen, wereldkampioen aan de rekstok. In 2007, het jaar waarin hij ook Europees kampioen werd. Een jaar later werd hij weer Europees kampioen. En won de bronzen medaille in Peking. Dit kan zijn grote kwelgeest gaan worden. Fabian Hambüchen uit Duitsland. Dubbel salto, gestrekt, vangt goed op. Ze stonden samen bij de junioren al in de finales. Toen was het ook 1 en 2. 1 voor Hambüchen, 2 voor Epke. Wat gaat het nu in deze finale worden? Dat is 10 jaar geleden of zoiets. Ik volg Fabian Hambüchen en ik zie het doorsteken. Dislokeren met een hele draai. Dat gaat goed. Vluchtelement. Ja, met rechterarm opgevangen. Stalder spreiden. Anderhalve draai. Een beetje laat gedraaid en hij zit scheef. Daar zat een fout. Doorsteken. Dislokeren met een halve draai. Hele draai. De kwast heet dat. En dan komt nu de afsprong, denk ik. Ja, tempo maken. Dubbel salto. Enkele schroef. En hij landt goed. En daar is de ontlading van Fabian Hambüchen. Fabian Hambüchen die in de kwalificatiewedstrijd 15.700 scoort. Maar met 15.700 word je nu tweede voorlopig en niet één. Want 16.033 is de leidende score van Epke Zonderland. Een unieke score. Ik heb het nog nooit van Epke gezien. Kijk, en dat is de sportiviteit. Als je samen in zoveel finales mag turnen. En het EK voor junioren waar ik het over had, dat was in 2004. Dus 6 jaar geleden in Ljubljana. Toen werd Fabian Hambüchen goud en Epke Zonderland zilver. En laten we nu even hopen dat het omgekeerd is. Hier in Rotterdam, in Ahoy, op dit wereldkampioenschap. En hier zien we nogmaals de Coleman techniek van Fabian Hambüchen. En we moeten zeggen, het is echt hele mooie oefening. Hele mooie oefening. Maar als ik jurylid zou zijn, zou ik Epke nog steeds op de eerste plaats zetten. En Fabian Hambüchen op de tweede plaats. Alleen het is jammer, ik ben geen jurylid. Ja, en ook Aukje de Jong, het damesjurylid die naast me zit, is ook geen jurylid in deze wedstrijd. Het zijn dus daar de mensen die het gaan bepalen. En veel zal afhangen van de moeilijkheidsgraad. Wat is de moeilijkheidsgraad van Fabian Hambüchen? Want zijn uitvoering was toch goed, hè? Ik heb eigenlijk één duidelijk zichtbaar foutje gezien. Maar de uitvoering was goed. Maar ik vond de oefening van Epke veel spectaculairder. Maar ja, is dat een criterium? Nee, want er wordt gewoon gerekend naar de moeilijkheidsgraad van de elementen. Die worden bij elkaar opgeteld. En als je goede combinaties maakt, dan krijg je bonuspunten. En Fabian Hambüchen, zijn ogen zijn gericht op het scorebord. Evenals de ouders van Epke Zonderland. Ze kijken, wat gaat het nu worden? Wat gaat het nu worden? Ja, en we zijn er nog niet hoor, naar Fabian Hambüchen. We hebben nog 2 finalisten te gaan. Dus. En hij staat op de tweede plaats. 7.10. 0,2 punt is onder. Ja, kijk. 0,2 punt. 7.10 voor Hambüchen. Moeilijkheidsgraad. Waar Epke Zonderland 7.30 haalt. En ze feliciteren elkaar al. Terwijl Hambüchen net iets meer had in de uitvoering. 8.866 versus 8.733. En dat is 0,067 verschil. Nog een keer. 0,067 is het verschil. In het voordeel van Epke Zonderland. Zonderland leidt. Hambüchen 2. De Amerikaan 3. En we hebben nog 2 finalisten te gaan. De voorlaatste finalist, ook uit Duitsland, Philipp Boy. Bij de Europese kampioenschappen dit voorjaar won hij brons. Ex-eco met Hambüchen achter Epke Zonderland. Ik zeg dat 2 keer, laat dat nog straks een 3e keer worden. Hier opent hij. Ja, dat is een mooi element, maar iets gebogen armen. Technisch dus iets voor af te trekken. Dan komt de Coleman techniek. De kniehouding was niet echt goed gehurkt. Hij was dus te groot. Het was tussen hurken en strekken in. Dan, dat doet hij goed. En gelijk, het vluchtelement, benen iets uit elkaar. Stijlfoutje. We zijn heel kritisch vandaag hier in Ahoy Rotterdam. Dat begrijpt u natuurlijk. Maar Boy gaat gewoon door. Hij heeft nu 3 vluchtelementen laten zien. De hele draai naar het dislokeren. Gelijk het 4e vluchtelement. Licht gebogen armen opgevangen. Maar hij gaat wel door. Maar is het zo dynamisch, zo energetisch geturnd als Zonderland? Daar komt de afsprong. Dubbel salto. Enkele schroef en een up. Dankjewel, Boy.
En Epke Zonderland feliciteert. Het is echt hier een finale op het scherp van de snede. De mannen gaan tot het uiterste. Het wordt uit de tenen gehaald. En kijk, de coach van Duitsland feliciteert al Epke. Die scheeft hem al op de schouder. Die zegt, nee jongen, het is jij. En die weet natuurlijk, ze weten natuurlijk heel goed van elkaar wat ze waard zijn. En ze weten heel goed wat voor scores je kan halen. Hier de Igor Cassina. Kijk, zag je die gebogen armen? Ja, op normale snelheid zie je dat niet zo snel. Maar in de slow motion kan je dat heel goed zien. Dat is een technische fout. Hier de kniehouding. Hij moet meer hurken voor de Kolman. Het is nou ja, een slordige strek. Ja, snap je? En dan krijg je voor de rest nog die afsprong natuurlijk. Die afsprong, kijk die landing. Mooi gestrekt. Enkele schroef waar Epke Zonderland een dubbele schroef deed. En dat scheelt 1/10 punt in de D-score. Maar die diepe houding met zijn romp en dat hupje, kijk, dat maakt het verschil. Jongen, jongen, jongen. Ja, de mannen hebben zich helemaal gegeven. En wat wordt het dan? Epke Zonderland op de achtergrond kijkt rustig toe. En ja, ik durf eigenlijk wel met zekerheid, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen. Ik ben een beetje voorzichtig dat Epke Zonderland op de eerste plaats blijft. En dat doet hij ook. Want Fiele Boy scoort 7.30. Dezelfde uitvoering, dezelfde moeilijkheidsgraad als Epke Zonderland. Het verschil zit hem in de uitvoering. 8.733 van Zonderland versus 8.533 van Boy. Boy staat nu derde. Hamburger staat tweede. En eerste staat Epke Zonderland. En we hebben nog één finalist te gaan. En